Goedemorgen. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Een zwak front trekt vanmorgen over Nederland en dat neemt natuurlijk veel bewolking met zich mee en op veel plaatsen met uitzondering van het zuidwesten overigens gaat het dan in de loop van de ochtend wat regenen. In het zuidoosten komen nog wat opklaringen voor en daar ook de laagste temperaturen met 3 of 4 graden. Op andere plaatsen ligt de temperatuur rond een graad of 6. Vanmiddag trekt de regen dan naar het oosten weg en breekt misschien aan zee de zon nog eventjes door. De temperatuur die loopt daarbij op naar zo'n 8 of 9 graden. En daarbij staat de meest zuidwestelijke matige wind en aan zee soms vrij krachtig windkracht 3 tot 5. Vanavond is het dan op veel plaatsen droog, maar wel bewolkt met temperaturen rond 7 graden. En uiteindelijk morgen krijgen we dan opnieuw weer te maken met regen. De zon zien we weinig, het is wel zacht met temperaturen rond 10 graden. Maar de wind die neemt wel een stukje toe en is aan zee meestal krachtig windkracht 6. Ook de komende dagen blijft het zeer wisselvallig. Dan gaan we de zon niet heel vaak zien. Mogelijk dat woensdag na passage van de storing de zon nog eventjes doorbreekt. Maar eigenlijk zal de bewolking gewoon overheersen. En gaat het vooral op donderdag met name flink waaien aan zee. Met misschien wel zware windstoten. Mijn naam is Wilfred Janssen van Weerplaza.nl.